Hallo allemaal, ik ben er, vrouwboys en niet wist. En welkom bij deze nieuwe top 5. En bij deze top 5 gaan we kijken naar de top 5 Jolts. Jolt style blaster, een blaster. Waar natuurlijk zelf de Jolt natuurlijk ook wel gewoon in kan, vind ik. Dus we gaan naar een hoop Jolts kijken. Oftewel, feitelijk gewoon elke blaster die Nerf ooit heeft gemaakt. Nee. Echt, dat is wel denk ik een van de grootste grappen tegenwoordig. Als een nieuwe blaster uitkomt, het is altijd weer een nieuwe Jolt reskin om een of andere reden. Maar het is, ja. In ieder geval, er zijn wel een hoop Jolt reskins. Meestal de kleinere blasters zijn meestal Jolt reskins. En ik ga ze even aan jullie laten zien. Goed, bij mij op nummer 5 staat de originele, de echte eerste Anstrike Jolt. Dit was de echte eerste officiële Jolt. En hij komt bij mij op nummer 5. De kleuren zijn gewoon hartstikke grappig. Met deze kwam nog een soort van Iron Sight. Dus je kon nog wel een beetje richten. Bij de andere Jolts is die niet echt gekomen. Je hebt feitelijk volgens mij ondertussen iets van 3 of 4 officiële Jolts. Ik weet niet echt. Je hebt de Anstrike Jolt, je hebt de Elite Jolt, je hebt de Zombie Strike Jolt en je hebt de Sonic Ice and Fire Jolt. En volgens mij heb je nog wel meer versies van de Jolt die ook echt Jolt heten. Maar ja, ranges zijn van de Jolt. Ik vind dat altijd leuk om te doen ofzo. Er komt een soort van wind doorheen en dan geeft hij een hardere klap bij de Elite Jolt bij mij in ieder geval. Maar ja, de ranges zijn van de Jolt dus niet de beste, maar ook niet slecht voor zo'n kleine blaster. En dit is echt de originele Anstrike. En ja, ik heb hem nog niet zo gigantisch lang eigenlijk. Toffe blaster. Goed, de volgende is de Rebel Angel 1. Nou, de Rebel Angel 1 heb ik puur gekozen vanwege het feit dat dit waarschijnlijk wel een van de weinige Jolts is die ook werkelijk waar darts kan vasthouden. Hij kan in totaal 3 darts vasthouden, 2 hierboven en eentje hier zo boven. Ranges zijn van de Jolt gewoon, maar om extra darts gewoon op de blazen te kunnen vasthouden is gewoon vele malen fijner. Wat de originele Jolt natuurlijk niet kon, dus je moest je darts gewoon ergens in je zakken stoppen of aan een of andere bandolier doen. Deze kan dat veel beter. Het ziet er voor de rest ook leuk uit met de stelletjes en zo. En het is wel een leuk blaster om te hebben. Goed, de volgende blaster is de Rebel Mini Mischief. Goed, mijn Mini Mischief is modded. Er zit een extra spring in. Dat is een dubbele spring, dus hij schiet wel wat harder dan de normale. En hij schiet ook wel stukken verder dan de normale. Maar ik kan me nog goed herinneren dat de originele Mini Mischief gewoon echt direct als een Jolt was. Dezelfde range als een Jolt. Maar hij ziet er veel leuker uit. En dat geeft natuurlijk dat je hem kan dichtdoen, helemaal kan opvouwen. En dat is gewoon een leuke feature. En hij ziet er gewoon leuk uit op zich. Comfortabelheid is wel anders. De hendel is heel erg klein. En je kan er net 3 vingers of zo op doen. Ik weet niet of je dat kan zien. Ik kan er net 3 vingers, maar soms doe ik ook gewoon zo. En schiet ik met mijn middelvinger meestal. Of ik doe mijn middelvinger zelfs en dan doe ik met mijn ringvinger. Maar meestal met mijn middelvinger. En dan prime ik hem en dan schiet ik hem. Maar het is gewoon een toffe blaster. Hij komt bij mij op nummer 3. Op nummer 2 staat de Bowstrike. Ja, de Bowstrike staat hierop. En zoals je denk ik al kon horen, die van mij is ook modded. Deze is ook modded. Er zit ook een extra spring in en hij schiet een hoop harder. En hij komt ook met een behoorlijk grotere range. Veel verder dan een normale Jolt zal komen. Maar deze blaster was heel erg comfortabel gewoon nog steeds. Trigger is heel fijn. Prime is heel best kort. Dat wel. Zelfs toen hij nog niet modded was. En voor de rest zaten hier bows op. Zodra je ging primen, dan kwamen de bows omhoog. En er kwam ook een soort van scope-achtig dingetje op. Omhoog. Maar dat zat er eerst op. Dat is van mij is er nu vanaf. Puur omdat ik hem, toen ik hem uit elkaar had gehaald, kon ik het niet meer goed in plaats krijgen. En als ik dan primede, dan ging het niet omhoog. Of het bleef op de helft maar hangen. En het was, ja, flut. Nou ja, dit is de Bowstrike. Komt bij mij op nummer 2. En op nummer 1 vind ik persoonlijk dat die gaat naar de Mega Big Shark. Ik ben natuurlijk een groot fan van de Mega Series al. Maar dat we ook nog een Mega Jolt hadden gekregen, vond ik al helemaal tof. En het komt bij mij op nummer 1. De range is natuurlijk hetzelfde als een Jolt. Maar het komt ook nog eens een extra Mega Dart vasthouden. Comfortabele grote hendel voor een Jolt natuurlijk.
Prime is heel comfortabel natuurlijk. Trigger, heel fijn. Ziet er gewoon awesome uit ook. En ja, het is gewoon een hele toffe Jolt-stijl blaster. En je kan het natuurlijk gewoon makkelijk in je broekzak doen. Wat gewoon ook, wat hoort bij de Jolt natuurlijk. En ja, het is een toffe blaster. Hij komt bij mij op nummer 1. Goed jongens, dit was de top 5 van mijn favoriete Jolts. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat mij weten wat jullie top 5 favoriete Jolts is. En ik zie jullie gewoon weer later.